Er is weer een auto in vlammen opgegaan in Meidrecht. Van dinsdag op woensdag, kort na middernacht, werd de hulp van de brandweer ingeroepen bij de Nobel. Voor de flat daar stond de voorkant van een geparkeerde auto in lichte laaien. Brandweermensen hadden moeite het vuur een halt toe te roepen omdat de benzineleiding lekte en de brandstof direct in brand vloog. Na een half uur waren de vlammen volledig onder controle. In totaal liepen 3 auto's schade op. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Ruim een week geleden ging ook al een auto in vlammen op in Meidrecht. Dat gebeurde op de Heemraadsingel. Een ooggetuige zag daar dat de dader niet alleen de auto, maar per ongeluk ook zichzelf in brand stak. De onbekende rende toen schreeuwend weg. Een grote klopjacht door agenten volgde. Of dat iets heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Of het toeval is dat er zo kort achter elkaar 2 autobranden zijn, of dat het iets met elkaar te maken heeft, is ook nog niet duidelijk.